wat moeten ze weten? Een beetje openstaan, denk ik, om mee te doen. Dus heel veel mensen die hebben zoiets van, oh ja, lachen zonder reden, hoe doe je dat? We zijn gewend om te lachen met mopjes, hè? Dat is fijn en dat is gemakkelijk. Maar gewoon de lachklanken maken en beginnen lachen, ja, dat is iets... Ja, dus open zijn en de speelsheid terug in zich naar boven laten komen. Oké. Ik leg mijn zakdoek klaar en wij zijn er helemaal klaar voor. Anke, Goed. Welke oefening gaan we doen? Ik heb hier net een milkshake lachen aan. Jullie kunnen meedoen. Ik ga hem proberen uit te leggen. Ik hoop dat dat voor de luisteraars begrijpbaar is. In de ene hand van ons... We steken onze handen alle twee naar voren. Ja. Zo. In de ene hand hebben we een beker. Ja. En daar zitten lachbubbels in. En in de andere hand hebben we... happy sparkles. Happy sparkles. Lachbubbels en happy sparkles. En we gaan een beetje schudden. En we gaan ze dan... gaan we van de ene kant naar de andere gieten. Ah ja. En dan in onze mond. Ja. We gaan dat samen doen. Oké. Okay. Ja, ho, ho. Ah. Ja. Dus dat moet ik nu doen. Zo, dit wat jij nu doet, dat is de bedoeling. Ja, zoiets ja. Het werkt uitstekend, moet ik zeggen. Oei. Allee, nog eens. Nog eens, ja. Nu weten we wat we doen. Nee, we hebben onze geluk.